Goed, in deze procedure gaan we iets heel leuks doen. We gaan namelijk in één keer alle bronvermogens wijzigen. Dat kan heel makkelijk. Als je dat niet weet, dan wordt het lastig. Dus daarom is deze procedure. Dus, wat ik van plan ben is om alle bronnen die horen bij deze inrichting. En dan bedoel ik dus al deze rode sterretjes, dat zijn allemaal bronnen, die horen bij een timmerwerkplaats in dit geval. Die wil ik in één keer allemaal 10 decibel een hogere bronsterkte geven. En het alternatief is dat ik dat één voor één doe. Dat kan ik op diverse manieren, maar de gebruikelijke manier is door te selecteren. Laten we maar eens gaan kijken wat de bronsterkte is. Dus ik selecteer hem met de linkermuistoets. Ik kan er gewoon eens eentje selecteren. En waar ik diegene die ik geselecteerd heb, daarvan doe ik dan de rechter. Dan klik ik op de rechtermuistoets en ik kom op eigenschappen. En dan zie je een schermpje wat precies weergeeft de kenmerken van die geselecteerde bron. En wat we zien is dat het de roldeur Oost is. En die heeft een emissie van 80,96, dus afgerond 81 decibel. En daar willen we straks 91 van maken, dus 80 of 90,96. Laat ik er nog eens even eentje kijken. Dus zometeen gaan we controleren of dat bij deze klopt. Laat ik er nog eens eentje pakken. Een dakbron. Doe ik hetzelfde mee. Ik ga naar eigenschappen. Kijk op emissie en ik zie dat die 83,54 is. Dus even onthouden. De dakbron is 83,54 en dat wordt straks 93,54. Dus hoe ga ik te werk? Ik selecteer alle bronnen tegelijk. Dat kan ik doen door ze stuk voor stuk te selecteren. Ik kan nog even doorgaan. Dat is één manier. Een andere manier is, dit werkt. En dan ook weer gewoon rechtermuistoets en eigenschappen. Maar wat je ook kan doen is zorgen dat je alleen maar de puntbronnen ziet en dan die ze allemaal selecteren. Dus dat ga ik nu ook laten zien. Dat doe je door weergave opties. Dan zeg ik alles verbergen behalve de puntbronnen. Die zet ik hier aan. Dus je ziet met alles verbergen wordt alles leeg. Alles tonen zet hij alles aan. Dus ik doe weer alles verbergen. Ik zeg puntbron. Ik zeg toepassen. En dan zie je dus dat hij alle bronnen heeft aangezet. En ik wil nu deze bronnen, die allemaal horen bij die inrichting, die wil ik 10 decibel verhogen. Dus ik selecteer ze door met de linkermuistoets een vierkant te trekken. En ze worden nou in één keer geselecteerd. Als ik nu de rechtermuistoets inklop en ik selecteer eigenschappen, dan kan ik kiezen wat ik wil. En wat ik hier zie is, wordt het aangegeven met die, blauwe kleur. Blauwachtig, hoe heet dat? Cyaan is geloof ik de technische naam, of turquoise. En wat ik nu wil doen is, ik zet hier 10 decibel. Ik moet hier opgeven de demping, maar wat ik wil is, ik wil ze 10 decibel meer geven. Dus het getal wat ik hier intoets, dat wordt ervan afgetrokken, maar ik wil het erbij optellen. Dus ik geef min 10 decibel op. En dat zal ik dus voor al deze vakjes moeten doen. Nou, om dat weer makkelijk te maken, selecteer ik die min 10. Dan zeg ik Ctrl C. Ctrl C betekent gebruik maken van het clipboard van de computer. En ik ga nu alle vakjes even allemaal kopiëren met min 10. En dat doe je door Ctrl V. Dus ik ga naar het volgende vakje. Ik moet ze wel eerst selecteren. Dus die twee streepjes die er staan, die selecteer ik telkens. En die vervang ik dan door die min 10 die ik eerder heb gekopieerd. Dus dat is een bekende copy-paste functie die ik gebruik van Windows. De reden waarom je in het bovenste rijtje hier geen waarde ziet, dat is omdat geel milieu weet dat op deze rij allemaal verschillende waarden staan. Want elke bron heeft weer zijn eigen waarde. Daarom doet hij dat niet. Nu hebben we dus overal min 10. Ik zeg nu oké en hij heeft nu in één keer alle bronnen gewijzigd. Er waren al resultaten en die heeft hij nu ook verwijderd. Dat is logica. Nu zetten we hem weer aan om te kijken welke bron we willen bekijken. Kunnen we even goed zien.
beeld, weergave opties, alles tonen, toepassen. En nu gaan we terug naar die dakbron. En dan gaan we kijken. Emissie. En we zien nu dat die precies 10 decibel verhoogd is. Dat komt natuurlijk door die demping van min 10, oftewel een toevoeging van 10 decibel per octaafband. En dat betekent dus dat het gesommeerde niveau, wat onder totaal staat, ook 10 decibel verhoogd is. Tot zover deze instructie.